Brandblussen is belangrijk voor de veiligheid. Ja, dat kan zeggen. Ik ben de kop, ik ben de chef, ik ben schoonmaker, ik ben van beleiding. Ja. Voor één persoon, vier veilingen. En ik wil gelijk ook een tip geven hier. Als je meekijkt, de muren, er zijn stukken tegels afgebroken. Ja, dat kan zo niet, hè? Ontbrekende en kapotte tegels kunnen niet in een professionele keuken. Vuil en bacteriën nestelen zich daar gemakkelijk. En je kunt je er lelijk aan bezeren. Ja, toen kwam ik op een gegeven moment bij de afwasruimte terecht. En wat ik toen zag allemaal, toen schrok ik wel heel erg, hoor. Als ik deze kitranden dan weer zie, dan kan er ook wel iets mee gebeuren, denk ik, hè? Ook deze kitranden zijn nodig aan vervanging toe. Even kijken hoe de vaatwasser eruit ziet. En toen trok ik een groen kratje uit die vaatwasmachine. Nou, je wil niet weten wat een aanslag hierop zat. Bah. Hoe vindt u hem eruit zien? Niet zo mooi. Niet zo mooi, hè? Nee. Ik vind het toch veel erger. Ik vind hem ook heel erg vies. En als hier dan dit mandje ervoor moet zorgen dat uw vaat schoon wordt, dan zeg ik, joh, neem afscheid en doe een nieuwe. Of maak het dus ook goed schoon. Ben je het met me eens? Dat ding is echt tijden niet goed onderhouden. Als je zag hoe smerig en vuil en hoeveel aanslag er zat. Dit, hè, is veel kalk. En kalk kan ervoor zorgen dat uiteindelijk de machine ermee ophoudt. Maar als u even meekijkt met mij, hè, mevrouw? Hoe de machine... Ja, heel af en toe zeker. Maar veel te weinig, hè? Moet u kijken wat hier gebeurt. Ja, het is eigenlijk te vies voor woorden, maar ik ga hem er wel uithalen. Achter in deze machine zit een cruciaal onderdeel, het filter. Om een goede werking te garanderen moet dat schoon zijn. Maar daarmee alleen redt deze oude vaatwasser het niet. Ja, toen heb ik nog filter eruit getrokken. Ja, ik had eigenlijk heel die machine uit elkaar kunnen sleutelen. Ja, af en toe, mevrouw, het moet elke dag gewoon goed schoongemaakt worden. Ja, het was vies, slecht, goor. Ziet u hoe vies het is? Hij ziet er niet uit, het ding. Dus, en als je dat niet doet uiteindelijk, ja, dan kom je in de problemen, hè? De problemen stapelen zich op. En terwijl Rob nog aan het uitleggen is wat er beter kan, barst de vrouw ineens in tranen uit. Mijn man is weggegaan geworden. Ik ben ik alleen. Ik moet alleen maar lot doen. Dat ben ik toch niet zo goed. Maar u loopt een beetje achter feit aan, moet u zeggen. Maar waar is u? Uw man is er niet. Nee, is naar een andere vriendin gegaan. Dan ben ik ook aan mijn toe ook een beetje gek. En, ik moet ook alleen doen in de zaak. Ik kan toch niet voor één persoon met vijf dingen. En ja, toen kwam er toch al wat woede en verdriet uit. Dat was best wel aandoenlijk. Voor mij te veel, voor mij. Ja, heel ja, veel. Ja, ja. De plotselinge uitbarsting van de Thaise vrouw laat Rob niet onberoerd. Ja, het bleek dus dat er door privéomstandigheden dat zij ontzettend in de problemen is gekomen. En ja, dat ze eigenlijk weet dat heel veel niet goed is, maar dat ze geen kant meer op kan. Rob trekt zich het leed van moeder en dochter aan en doet hen een voorstel. Wat zou je ervan vinden als ik jullie ga helpen? Heel graag! Met het programma. Dat we gaan jullie een beetje proberen weer op weg te helpen. Doe maar rustig aan. Hier is Rob's hulp meer dan welkom. Het gaat niet goed met het restaurant. De breuk met haar man heeft daar alles mee te maken. En hij zorgt voor het papier omdat mijn moeder slecht is met Nederlands en zo. Maar hij heeft zijn werk niet gedaan en nu zitten we in de scholen en dat soort dingen. Om een zakelijk en persoonlijk bankroet te voorkomen, werkt moeder 6 dagen per week tot 11 uur 's avonds. En ook haar 22-jarige dochter Oom is naast haar studie en bijbaantje aan het werk in de zaak. Ik help haar met betalingen, papieren en we hebben gewoon gangbaan. Boekhouder, die helpt ons ook en ja, kennis en zo. De ellende en het harde werk van moeder en dochter ontroert Rob. En hij is vastbesloten deze twee sterke vrouwen weer op weg te helpen. Ik vind gewoon, door privéomstandigheden mag deze zaak niet afglijden naar de goot. Rob is vastbesloten deze zaak weer op de rit te zetten, zodat de vrouwen op een goede manier verder kunnen. Ben je er blij om? Ja? Rob die heeft ons beloofd om te komen helpen en we zijn daar heel erg blij mee. We kunnen echt alle hulp gebruiken. De keurmeester loopt nog 1 ronde door de keuken om vast te stellen wat nodig vervangen moet worden en waar die kan helpen. Zodat deze keuken binnenkort een frisse nieuwe start kan maken. Komt goed.